Na de intocht van de Russen en de aankomst van de NAVO begon Pristina aan een rustige zondagochtend waarop de Albanezen het straatbeeld bepaalden. Na een paar verkenningsmissies rolde plotseling om 11 uur een Britse panzerkolonne het stadcentrum binnen en nam een paar strategische posities in, gadegeslagen door een Servische soldaat die op de bus naar Belgrado stond te wachten. De Britten waren tevreden over hun intocht. Everybody's really pleased to see us. People giving us flowers and cigarettes and, you know, it's a bit overawing really. Didn't expect